vandaag is het tijd om weer mijn ervaring met jullie te delen. En deze keer is het de beurt aan de Baron Academie. In deze video ga ik kort vertellen wat de reden is dat ik voor deze opleiding heb gekozen. Ja, hoe ik het ervaren heb natuurlijk. Ik heb ook nog een aantal producten aangeschaft tijdens de training. Ga ik jullie in deze video van alles over vertellen. Dus als je daar benieuwd naar bent, überhaupt benieuwd met wat de Baron Academie is en wat ik er geleerd heb, dan moet je zeker even blijven kijken. Nou, voor degenen die mij nog niet kennen, mijn naam is Charmaine. Ik ben 23 jaar en ik ben naast mijn werk als recruiter, freelance, make-up artist en hairstylist. En ik wilde mij voor het aankomende jaar, dus dat is 2020, vooral gaan focussen op bruidjes. Dat is toch stiekem altijd wel een kleine meisjesdroom geweest om alle bruidjes gewoon een ontzettend mooie dag te bezorgen. Het is natuurlijk ook echt de dag dat je op je allermooiste uit wil zien. Een dag die je nooit meer vergeet. En dat wilde ik gewoon heel erg graag bijdragen aan mijn werk als visagiste en haarstyliste. Nou is het zo dat ik al een aantal opleidingen en cursussen achter mij heb liggen, waaronder een kappersopleiding aan de Nederlandse Kappersacademie in Rotterdam. Daarna ben ik de Complete Hairstylist gaan volgen bij B-Academy. Zowel op de Kappersacademie als op B-Academy heb ik te maken gehad met opsteken, met vlechten. Dus het is voor mij niet helemaal onbekend. Nou is het wel zo dat je daar heel erg de basis leert. En op B-Academy heb ik ook best wel veel geleerd. Maar dat is meer de updo's. En niet zozeer hele strakke bruidskapsels. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik de markt voor de opleidingen die daarin zijn best wel schaars vind. En daarom had ik zoiets van, ik voel me daar nog niet 100% zeker over. Ik wil daar heel graag beter in worden. Waar ga ik dat leren? Ik vind het namelijk ook heel erg belangrijk dat ik mezelf goed kan verkopen. En dat ik ook achter hetgene sta wat ik gemaakt heb. En als ik dan nog wat onzekerheden voel hier en daar, wil ik daar heel graag iets aan doen. En in dit geval waren dat dus bruidskapsels. Nou, hoe ben ik nou eigenlijk bij de Baron Academie terechtgekomen? Dat is heel simpel. Ik heb gewoon gegoogeld. Ik heb gegoogeld naar bruidsopleiding, bruidskapsels, beste bruidskapsels leren van Nederland. Ik weet niet eens meer welke zoektermen ik allemaal gebruikt heb. En ik kwam op redelijk wat verschillende opleidingen uit. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik veel opleidingen een beetje incompleet vond. En dat eigenlijk de Baron Academie precies was waar ik naar op zoek was. Ze hebben verschillende cursussen. Je kan namelijk verschillende delen volgen. Je kan de driedaagse course doen. Die heb ik dus gedaan. Daar kom ik zo nog even op terug. En je kan ervoor kiezen om cursussen te doen. Dat kunnen zijn de texturizing. Je hebt de updo geloof ik. Je hebt ook nog de combi. In ieder geval, er is best wel aardig wat te leren op de Baron Academie. En ik heb dus gekozen voor de driedaagse cursus. Dat wil dus zeggen dat deel 1 en deel 2 is samengevoegd. De Baron Academie, oftewel Kelly Baron, die biedt namelijk 3 delen aan. En in deel 1 leer je eigenlijk vooral de basis, de strakke technieken. En in deel 2 ga je wat meer 3D werken, ga je wat meer creatief werken, ga je combinaties maken van de dingen die je geleerd hebt. En in deel 3 ga je dat op een model doen en ga je ook wat meer je eigen vibe eraan geven en leer je nog net even weer een stapje meer. En aangezien de deel 1 en de deel 2 dus te combineren viel in een driedaagse cursus, heb ik daarvoor gekozen. Ik heb deze opleiding 8, 9 en 10 februari afgelopen maand gevolgd, dus het is allemaal nog heel vers in mijn geheugen. En ik heb daar volgens mij al, ik denk misschien wel meer dan een half jaar geleden mijzelf daarvoor ingeschreven. Ik vond het best wel lastig dat ik dacht, oké, wanneer wil ik dit gaan doen? Ga ik dit al doen in einde van 2019 of begin 2020? En toen dacht ik van november of februari. Toen dacht ik, nee, ik ga toch voor februari. Heb ik daarvoor nog even de tijd om me voor te bereiden en dan ga ik in februari lekker de academie doen. Nou, de academie zit in Weesp, dat ligt eigenlijk in de rand van Amsterdam, dus het is best wel redelijk toegankelijk vind ik zelf. En het zit op een industrieterrein, dus parkeergelegenheid is best wel aanwezig, best wel netjes, het is ook gratis. Dus de locatie van de Baron Academie vind ik best wel prima. Ik rijd er zelf ongeveer iets meer dan een uurtje op vanuit Gorinchem. En ja, dat is vind ik goed te doen. Doordat het dus niet in een drukke winkelstraat zit, is er een stuk meer parkeergelegenheid. Het is ook kosteloos, dus dat is echt super netjes. Dus tot nu toe alleen maar lovende verhalen. En dan vind ik het nu nog leuk om een beetje te vertellen hoe dat ik de training heb ervaren. Hoe de dagen er ongeveer uitzagen. Ik heb dus in totaal 3 dagen gehad. En je zou er ook voor kunnen kiezen als je wat verder weg woont. Dat je bijvoorbeeld een hotel neemt voor die 3 dagen. Er waren bijvoorbeeld ook een aantal Vlaamse cursisten bij de groep waar ik zat. En die hebben bijvoorbeeld een paar overnachtingen geboekt in een hotel in Weesp. Ik heb dat zelf ook gedaan van zondag op maandag. Omdat maandagochtend in de spits rijden, dat leek me niet zo'n heel strak plan. En achteraf bleek dus dat op de zondagavond
avond Storm Ciara aan de hand was. Dus het was ook niet zo heel handig als ik dan terug naar huis was gereden. Dus dat was achteraf heel goed getimed. En ik heb overnacht in het Hart van Weesp. Dat is een vrij klein hotel in het centrum van Weesp. En het is een prima hotel, vrij netjes en goed te doen qua prijs. Dus mocht je wat verder weg wonen van Weesp en toch heel graag deze cursus willen volgen, dan kan ik je dat in ieder geval aanbevelen. Heb ik ook een fijne ervaring gehad. Nou, als je aankomt bij de Bonn Academie, dan heb je daar twee verdiepingen. Beneden is de Hair Academy, die is van Suzanne. En Suzanne geeft voornamelijk de kleur- en de kniptrainingen. En boven zit Kelly. En Kelly geeft dus echt de bruidskapsels trainingen. Dus opsteken, vlechten, noem het maar op. En als je binnenkomt, heb je een leuke ontvangstruimte met een tafel en allemaal lekkers. Kelly is absoluut heel erg lief met allerlei lekkers. Koekjes, chocolade, van alles. Dus dat is echt super fijn. En op de eerste dag werd eigenlijk voornamelijk verteld hoe dat we 3 dagen eruit gingen zien. Wat we konden verwachten. Een beetje korte planning doorgenomen. En daarna was het dus tijd om aan de slag te gaan. De cursus die volg je op dollheads. Oftewel mannequins, poppen, hoe je ze wil noemen. En ik moet heel eerlijk zeggen dat dit wel oprecht de mooiste poppen zijn die ik ooit gezien heb. Zoals je ziet heb ik er dus zelf ook eentje aangeschaft. Daar later meer over. Het grappige vind ik aan deze poppen dat ze zelfs wimpers hebben. Dus het zijn oprecht mooie poppen. Haar van deze poppen is ook hittebestendig. Dus je kunt ze ook gewoon gebruiken met tangen. Het is mooi haar. Het is mooi te polijsten. Dus ik heb hier heel fijn mee gewerkt. Achteraf vroeg ik me natuurlijk wel af waarom het eigenlijk alleen op mannequins wordt gedaan. Of poppen. En Kelly gaf eigenlijk aan dat het in het begin heel erg belangrijk is om vooral goede technieken te leren. En naar de hand natuurlijk weer rekening mee te houden. Dat als je de speldjes bijvoorbeeld goed in moet schuiven. Dat je een beetje rekening houdt met een persoon. En in dit geval word je daar dus niet door afgeleid. Dan kan je voornamelijk gewoon de technieken heel goed aanleren. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het daar zeker wel mee eens ben. En heel veel mensen zullen dan misschien een dubbele mening hebben van maar op een pop leer je toch niks. Ik kan je vertellen, ik heb echt heel veel geleerd. Nou, de ruimte waar je uiteindelijk de lessen zelf krijgt, die hebben een aantal hele mooie spiegels tegen de wand. En een soort bureautje eigenlijk ieder. Er zijn in totaal 10 spiegels als ik me niet vergis. Dus er waren plek voor 10 cursisten. Nou, we hadden echt een superleuke groep. Helemaal geen vervelende sfeer. Echt super gezellig. En dan is het in het begin altijd een beetje aftasten. Maar ik kijk er in ieder geval heel positief op terug. Met sommigen heb ik zelfs nog contact. Dus dat wil wel zeggen dat het gewoon heel gezellig was. En eigenlijk was het als volgt. Kelly gaf in het begin dan een demo. Dan liet ze dus stappen zien hoe dat ze het ging doen. Gingen met namaken. En dan kwam ze helpen tussendoor waar nodig. En ik heb echt wel in het begin gestruggeld dat ik dacht van oké, ik ga dit echt never nooit kunnen. En bij Kelly ziet het er zo makkelijk uit. Maar dit sprak ik dan ook eerlijk uit naar Kelly. En dan gaf ze me toch de feedback en het vertrouwen om het te kunnen doen. En hielp ze me bij de dingen waar ik tegenaan liep. Nou, in totaal hebben we 7 kapsels geleerd. De eerste dag waren er 2 wat makkelijkere kapsels met wat makkelijkere technieken. De tweede dag vond ik persoonlijk het pittigst. Want we hebben namelijk 3 kapsels gemaakt op 1 dag. En 3 kapsels, ik moet zeggen, het was echt precies genoeg. Het is echt heel pittig en ik had op een gegeven moment ook echt gewoon last van mijn vingers naar zoveel ermee bezig te zijn geweest. Het waren wel ook wat mij betreft de mooiste kapsels. En de derde dag hadden we wat meer de vrije hand om wat meer creativiteit eraan toe te voegen. En heb ik stiekem denk ik wel mijn lievelings geleerd, namelijk de mermaid. Als ik ooit zelf nog ga trouwen, dan wil ik absoluut dat kapsel. Ik vind het echt super mooi en ik wilde het heel graag nog leren. En ik kan je echt zeggen dat wat ik gezien heb op de foto's van de Bonn Academie, wat ik dus heel graag wilde leren, dat heb ik ook geleerd. Je krijgt ook de mogelijkheid om korte video's te maken tijdens de demo's die Kelly geeft, zodat je die voor jezelf kunt bewaren en dat je altijd nog eens even kan terugkijken hoe dat het ook alweer ging. En na ieder kapsel is natuurlijk de bedoeling dat je een mooie foto maakt. Kelly heeft ook heel veel leuke accessoires om te gebruiken bij de foto's. Dus ik heb veel speldjes en lekkere parelglitterachtige dingetjes in het haar gestoken. Ik heb uiteraard ook foto's gemaakt van de kapsels. En die heb ik ook gedeeld op mijn social media. Ik heb van veel van jullie ook echt super lieve reacties gehad. Maar voor degene die niet weten waar ik het over heb, ik zal uiteraard even wat foto's met jullie delen. En ik zou zeggen, kijk zelf maar. Want ik moet heel eerlijk zeggen, als ik terugkijk naar de foto's en dat voorheen echt niet zou kunnen, besef ik me eigenlijk nu pas wat ik in die 3 dagen veel geleerd heb. En wauw, ik sta eigenlijk van mijn eigen werk te kijken stiekem.
Dus ja, ik denk dat het wel heel duidelijk mag wezen dat Kelly echt een onwijs mooie opleiding heeft neergezet. Dit is dus maar één van de opleidingen die ze geeft, maar is wel het meest populair. En meerdere malen per jaar wordt deze 3-day course dus gegeven. En ben je dus 3 dagen vol bezig om dit te leren. En uiteraard kun je altijd over een tijdje weer een opfriscursus doen. Kun je nog een aantal andere cursussen volgen. Maar een goede basis is gewoon onwijs belangrijk. En daarna is het de beurt aan je creativiteit. Ja, nou vertelde ik natuurlijk al dat ik wel dingetjes heb aangeschaft tijdens de training. Je krijgt de mogelijkheid om dat als cursist te doen met korting voordat je begint met de training. Maar het kan ook daarna. Nou, ik heb eigenlijk een beetje een combinatie gemaakt van die twee. Ik heb namelijk een aantal tangen, die zal ik zo even pakken, besteld voordat de training begon. Want ja, ik heb natuurlijk heus wel wat items in mijn collectie. Ik mis ook echt niks. Maar ik had wel zoiets van een paar nieuwe tangen. Zijn zeker wel welkom. Ik had ook gezien dat de puntkam die Kelly gebruikt in de trainingen heel erg geliefd was. Dus dan dacht ik van nou, wil ik die ook wel proberen. Dus ja, ik heb best wel aardig wat aangeschaft. Maar ik denk dat ik wel daardoor een hele goede basis in mijn kit heb toegevoegd. Nou, allereerst heb ik hier Jennifer. Jenny from the block. Oké, dat maak ik er zelf van. Maar ze heeft zo'n prachtige J-Lo glow, zeg maar. En ja, ik had zoiets van, ik heb uiteraard zelf op de opleidingen die ik gedaan heb altijd wel zo'n doll head gehad of gebruikt en mee naar huis genomen. Maar de meeste zijn van ja, slechte kwaliteit haar, heel synthetisch. Niet goed te gebruiken met een krultang of helemaal verknipt. Want ja, sommige moet je natuurlijk ook gebruiken om te knippen. Dus ik had zoiets van, weet je, dit is een prachtige pop en het is heel belangrijk om te blijven oefenen. Dus ik heb er dus eentje gekocht om thuis mee te kunnen oefenen. Hij is nog niet gebruikt, mocht je je afvragen. Het zit daarom dus ook netjes nog in een elastiekje. Zo wordt hij namelijk verkocht. En ja, ik vind het gewoon echt super mooie kwaliteit. Ik vind het ook heel mooi dat deze pop schouders heeft. Ik ben namelijk gewend dat het eigenlijk altijd maar zo is, dat een pop een nek heeft en that's it. En dit is net even voor foto's bijvoorbeeld ook, dat zie je ook terug in de foto's van de kapsels, net even ietsjes menselijker. Het is ook wat mooier, je kan zien hoe het valt op de rug, want als je namelijk geen nek hebt, dan kan je ook niet zien hoe iets in een nek valt. Dus ja, het was even een investering, maar ik ben er wel heel erg blij mee. En ik denk dat ik hier nog heel veel plezier aan ga beleven. Nou, dan heb ik hier de gigantische tas die voor mij klaar stond op de eerste dag. Dat is een tas van Max Pro. Misschien ook wel een bekend merk voor velen. En daar zitten een aantal dingen in. Allereerst staat er natuurlijk in de trainingen die je kiest informatie. Dus wat je bijvoorbeeld mee moet nemen, wat niet meegenomen hoeft te worden, hoe laat ze beginnen. En er zat ook bij dat je een crimper moest meenemen. En ik heb niet echt een crimper. Ik heb een wafeltang met echt brede tanden. En ik heb een wavetang. En een crimper is eigenlijk een mini versie van een wafeltang. En is meer bedoeld om textuur te maken dan dat je echt een koep ermee krijgt. En ik had dit dus eigenlijk niet in mijn bezit. Dus ik dacht van nou, dan vind ik dat wel een hele goede toevoeging. Ik wil trouwens ook even benadrukken dat ik ook door middel van Instagram bijvoorbeeld contact opnam met Kelly. Om te vragen van, hé, kan je misschien wat meer vertellen hierover? Hoe werkt het? Waar kan ik het kopen? En dan gaf ze ook snel en fijn en duidelijk antwoord. Dus uiteindelijk heb ik gekozen om deze te kopen. Dit is de Mach 4 Crimper S van Ultron. Glam Edition. Super netjes verpakt. Zit een hoes omheen. En dan heb je hier het doosje. Hij zit nu trouwens nog in de doos, maar dat ga ik uiteraard even anders doen. Maar voor de video vond ik het wel mooi om dat even zo te laten. En dit is dan hoe dat de tang eruit ziet. Hij is zwart en zoals je ziet zijn de platen, ik weet niet of dat goed te zien is zo, dus heel erg dun. Het zijn hele kleine wafeltjes. En het zorgt er eigenlijk voor dat het haar, voornamelijk op de aanzet, een stuk stugger wordt. Waardoor je eigenlijk het, als het ware een effect krijgt alsof je getoupeerd hebt, zonder dat je heel veel toupage zeg maar ziet. Dus voor mij was dit helemaal nieuw om te gebruiken. Maar het werkt echt super goed. De producten die je aanschaft worden dus ook gebruikt in de training. Dus Kelly heeft ook precies laten zien hoe je dit gebruikt, hoe zij het gebruikt, waarom ze dit gebruikt. Het wordt ook helemaal uitgelegd. Hier aan de zijkant zit dan een aan- en uitknop. En hier zit dan ook een tandwieltje om de temperatuur te bepalen. Hij gaat van 60 graden tot maximaal 180. Dus zo weet je een beetje wat de maximale temperatuur is. Hij klept best wel makkelijk en als hij goed warm is, dan zie je echt snel een resultaat. En ik vind het dus ook echt heel fijn werken. Dus op deze manier hoef ik niet te veel te touperen, hoef ik ook het haar niet te veel te beschadigen, want toupage is niet zo goed voor het haar. En blijft het haar net even iets stugger, waardoor het allemaal wat beter blijft zitten. Dus ja, ik ben hier echt heel blij mee. Dan heb ik ook gekocht schuifspeldjes in 3 kleuren. Dat is in het zwart, in het goud
en in het bruin. En uiteraard heb ik er hier genoeg van in mijn collectie. Maar ik ken alleen ruwe speldjes. En Kelly vindt het dus heel fijn als ze glad zijn. Want daardoor zie je ze veel minder zitten in het haar. En schuiven ze veel makkelijker weg doordat ze niet zo stug zijn. En op het moment dat jij een goede fundering hebt gemaakt, zou het in principe ook niet nodig moeten zijn dat speldjes van zichzelf stug zijn om het goed te laten zitten. Ik heb deze niet hoeven gebruiken tijdens de cursus, want Kelly geeft je de mogelijkheid om haar eigen speldjes te gebruiken. En ze heeft er super veel, kan ik je vertellen. Maar ik heb ze wel aangeschaft om zelf te gaan gebruiken. Nou, dan ga ik ze er even bij pakken. Ik heb namelijk niet één, niet twee, maar drie krultangen gekocht. Ik kan wel even toelichten waarom. Ik gebruik namelijk in mijn haarkit twee tangen. De ene is een conevorm. Dus die is eigenlijk voornamelijk bedoeld om een mooie spiraalkrul te krijgen. Dus ook voor natuurlijk krullend haar heel erg mooi. En die andere is een, ja, ik geloof dat het een 25 mm tang is. Dat is de Arc von G. Dus die draait automatisch naar binnen of naar buiten, wat je wilt. En die vind ik eigenlijk super fijn allebei. En voor mij werkte dat eigenlijk altijd prima. Maar toen ik las dat Kelly aangaf dat je dus drie verschillende maten tangen nodig had voor deze training, dacht ik van oeps, dan is het nu misschien toch wel tijd om nieuwe krultangen aan te gaan schaffen. Aangezien ik ook niet drie verschillende maten heb. En Kelly werkt dus heel graag met de tangen van Max Pro. Ik was niet bekend met Max Pro met eigen gebruik. Ik ken het merk uiteraard wel. En daar heb ik dus drie tangen van. Dit is de dunste. Dit is de 19 mm. Dat zie je denk ik ook al op het plaatje. Dat is een hele spitse, dunne tang. Dat is deze. Dus deze heeft eigenlijk de kleinste en de dunste diameter. Je krijgt er dus ook de strakste krullen mee. Er zit een aan- en een uitknop op. En als je hem dus lang indrukt, dan gaat hij aan. Druk je hem daarna weer lang in, dan gaat hij uit. En je kan hem dus warmer zetten en kouder zetten. En volgens mij is die van 60 tot maximaal 220 graden. Dus hij wordt best wel warm. En ja, het werkt gewoon echt super fijn. Hij is snel warm. Je kan er snel mee werken. Als de tang dus geen klep heeft, wordt hij dus over zijn geheel mooi warm. En je krijgt bij iedere tang een handschoen erbij. Dat vind ik ook echt super netjes dat dat gewoon bij iedere tang is. Zodat je hem dus kan vasthouden op het moment dat je hem bij het puntje vastpakt. En ja, de krullen die eruit kwamen, die waren echt heel goed in combinatie met de kapsels. Dus dit is de 19 mm. Dan komt daarna de 25 mm. Die is dus een stukje dikker. Dit is best wel vergelijkbaar met de meeste krultangen. Dus vaak ongeveer ook 25 mm. Nou, werkt natuurlijk hetzelfde aantal knopjes. Hij heeft een meedraaiend snoer, dus dat is ook heel erg fijn. Ja, dus ook heel fijn. En ik zal ze nog even naast elkaar houden. Deze is dus een stuk dunner. Deze is een stukje dikker. En dan hebben we dus nog een maatje groter. Ook wederom een handschoen erbij. En dit is dan de 32 mm. Deze gebruik je voornamelijk als je niet te strakke krullen, maar vooral volume. Dit is bijvoorbeeld ook erg mooi om te gebruiken aan de voorkant. Dus dat je vooral volume creëert bij een losse pluk en daarna de krul erin zet. Dat heb ik ook geleerd bij Kelly. Dus ja, dit is ook heel fijn, want ik had niet eens zo'n hele grote krultang. Wederom dus een handschoen. En dit is dan de 32 mm. Dus dit zijn dan de drie verschillende maten tangen van Max Pro. Ik heb ze alle drie gebruikt op de cursus. In de eerste instantie vooral de 25 mm, want die is toch ja, het meest neutraal. Met strakkere kapsels gebruik je vooral de 19 mm, want dan heb je gewoon meer een krul. En met de volumekapsels dus meer de 32 mm. Ik vind ze heel fijn werken en ik ben heel erg blij dat ik deze stap toch gezet heb. Want nu heb ik een goede basis om eigenlijk ieder kapsel te kunnen maken. Was uiteraard wel even een investering, maar het is wel heel fijn dat Kelly bepaalde prijzen aanbiedt. Je kan ze dus ook als een set kopen, wat ik uiteindelijk gedaan heb. Krijg dus bij iedere tang handschoentjes erbij. Dus ik gebruik momenteel eentje en deze hou ik dan gewoon reserve. Dat op het moment dat hier bijvoorbeeld een gat in zit of deze is niet meer goed, dat ik de andere kan gebruiken. Dus daar ben ik mega blij mee. Dan krijg je daarbij ook nog deze hittebeschermingsmat. Ik heb er eigenlijk al eentje, die heb ik bij mijn stijlvang gekregen van GHD. Maar dit is er dan eentje van Max Pro. Hij is een beetje vies van de haarlak. Dus die moet ik nog eventjes met een natte handdoek even schoonmaken. Maar dit vind ik dus ook heel netjes. Dus dit leg je zo neer. Op het moment dat je dan nog een warme tang hebt, kun je deze hierop laten rusten. En daarbij krijg je ook nog deze hoes. Ik vraag me af of hier drie tangen in passen, maar ik denk dat het gewoon voor één tang bedoeld is. Ik vind het in ieder geval wel er heel netjes uitzien. En misschien dat ik er dus nog wel een paar bij koop, zodat ik iedere tang een eigen hoes kan geven. Maar die krijg ik er dus ook bij. Dus ik heb eigenlijk de set met krultangen gekocht en kreeg deze twee er gratis bij, plus de handschoenen. Nou, dan heb ik als laatste tool, voordat ik overga naar de stylingproducten, heb ik deze puntkam. Deze is van het merk Vyx, als ik het goed uitspreek. En dit is dus de puntkam die Kelly eigenlijk aanbiedt, die ze zelf gebruikt, die ze heel erg fijn vindt.
En ja, in eerste instantie dacht ik van oké, wat is hier dan zo bijzonder aan? Maar de tandjes zijn heel erg stevig. Dus je kan ze ook niet soort van zo naar beneden ritsen. Wat je met de meeste puntkammen dus wel kan. De punt is van plastic, niet van aluminium. Dus dat werkt ook heel erg fijn. Kun je echt hele strakke scheidingen mee trekken. En doordat dit zeg maar rondloopt en dit dus ook een heel strak puntje is, kan je hier ook een hele fijne scheiding mee trekken. En ja, het is gewoon heel stevig. Je kan hem oprecht gewoon niet buigen. Het is ook een wat duurdere puntkam. Dus ik had ook wel zoiets van, zal ik hier nog een backup van nemen? Of zal ik dat later nog een keer doen? Omdat die dus best prijzig is. Maar Kelly verzekerde mij dat deze echt wel een stootje kan hebben. Dus ik had zoiets van, oké, dan hou ik het gewoon bij eentje. Op het einde van de cursus dacht ik namelijk, zal ik er nog eentje extra meenemen als backup? Maar Kelly verzekerde mij dat deze echt mega stevig is en niet zo snel kapot gaat. En anders kan ik altijd nog een nieuwe bestellen. Maar ik vind dit dus echt een hele fijne puntkam. En mocht je dus de Bronacademie gaan doen en de mogelijkheid krijgen om deze puntkam aan te schaffen, ik zou het doen. Dat zou ik sowieso met alle producten doen, want ik ben overal heel blij mee. Maar dit is echt verbazingwekkend, moet ik zeggen. En de pop heb je natuurlijk al gezien. En daarnaast werkt Kelly met de styling en verzorgingsproducten van Keune. En die zitten in dit tasje. Ik heb er dus een aantal gekocht. Ik heb 4 stylingproducten gekocht, waarvan we er 2 sowieso gebruikt hebben tijdens de training. En andere producten die Kelly eigenlijk aan die ze zelf graag gebruikt. Zij werkt dus ook graag met Keune. En het is niet zo dat ze, je gestimuleerd wordt in de training om deze producten te kopen. Maar ik vond het zo fijn werken dat ik dacht, nou, daar wil ik wel het mijne van weten. Kelly is zelf natuurlijk ook werkzaam geweest als bruidstyliste. Dus doet dit al heel wat jaren. En als ze al zoveel verschillende producten heeft gebruikt en dit dan heel fijn vindt, vertrouw ik erop dat dit dan ook fijne producten zijn. En dat baseerde ik ook op mijn eigen mening tijdens de training. En allereerst is dat deze haarspray. Het fijne aan deze haarspray is dat hij hele zachte nevel heeft. Dus je kan er echt heel erg mooi van ver af een nevel mee creëren. Maar van nature is hij vrij flexibel en goed doorkambaar. Ik vond in ieder geval een hele fijne haarlak. Hij wordt beschreven als een redelijk sterke hold en een medium shine. Dus ik vond hem gewoon fijn. Ik dacht, ik wil dit gewoon hebben. Alle kapsels die ik ermee gemaakt heb, die bleven als een huis zitten. Dus ik dacht, oké, hebben. Dus dat is dus de Style Fix Freestyle Spray. We hebben ook gebruikt tijdens de training de Style Gloss, dus de Brilliant Gloss Spray. Deze heeft een hele zachte hold en volledige shine, dus dit is echt een glansspray. En dit is voornamelijk ook heel erg fijn om een pluk heel zacht te maken voordat je hem bijvoorbeeld gaat doorkammen. Dit gebruikt je voornamelijk tijdens het krullen, dat je voordat je de pluk om de krultang gaat doen, doe je er een beetje haarspray op. En als die helemaal afgekoeld is, spray je er een beetje glossspray op om hem iets flexibeler te maken en daarna mooi te gaan polijsten. En dat werkte gewoon echt heel fijn. En uiteraard heb ik zelf haarlak, heb ik zelf glansspray. Maar ik was best wel onder de indruk van deze producten. Dat ik dacht, ik wil er ook gewoon een keertje mee spelen. En ja, ik zal misschien sommige producten wel fijn vinden, andere niet. Maar dan heb ik het in ieder geval weer geprobeerd. En wellicht ontdek ik wel nieuwe favorieten. Deze 2 hebben we voornamelijk gebruikt tijdens de training. En deze benoemde Kelly eigenlijk een aantal keer. Deze hebben we niet gebruikt om te poppen, want daar is het echt wel iets te stevig voor. Dit is namelijk de spraywax. En deze heeft een medium hold en voornamelijk shine. En dit zorgt er eigenlijk voor dat het haar gewoon heel stevig wordt, een stuk stugger. En je kan het een beetje vergelijken met de haarspray, maar het behoudt gewoon stevigheid. En als een kapsel de hele dag goed moet blijven zitten op een bruiloft, ja, dan zorgt dit in ieder geval voor dat dat zeker gebeurt. Dus Kelly was hier ook helemaal verliefd op. Dus toen dacht ik van, dan wil ik het ook. Dus die heb ik ook gekocht. En dan ook de Volume Precision Powder. En dit is wel heel grappig, want ik ken namelijk voornamelijk volumepoeders die je moet strooien. Ik heb zelf een droog shampoo / volumepoeder van Aveda die je moet knijpen. En deze moet je pompen. Dus het is wel heel grappig hoe ze dat zo bedenken. Kelly vindt dit echt een van de fijnste volumepoeders die ze ooit gebruikt had. En ze zei dat ze er al heel wat had gebruikt. Dus toen dacht ik van, dan wil ik het ook hebben. En heel eerlijk, ik vind pompen met een volumepoeder best wel heel slim bedacht. Dus ja, ik ben heel erg onder de indruk van deze producten en ik kan niet wachten om ze te gaan gebruiken. Dus zoals je ziet heb ik ook aardig wat nieuwe producten aangeschaft tijdens de training en daarna. Maar ben ik overal wel echt super blij mee. En ik vind het heel erg belangrijk dat ik alle middelen heb om de mooiste kapsels te maken. Want dat is natuurlijk wat mijn doel was na deze opleiding. Dan vind ik het ook belangrijk om nog te benoemen dat je voor deze training ook een certificaat krijgt. Ik heb namelijk dit mooie mapje gekregen. Bronacademie, het opleidingsinstituut voor bruidstylisten. En daar heb ik allereerst dit lief kaartje bij gekregen. Bedankt voor je komst. Leuk dat ik je mocht inspireren. Liefst Kelly Baron. Dus dat is ook super leuk.
En dan mijn twee certificaten. Dit is dus de basis en dit is de gevorderde. Dus ja, je krijgt dus ook certificaten bij deze opleiding. En de buttons als het ware die ze gebruikt op haar website, die kun je ook van haar krijgen als download om op je website te gebruiken. Dus zo kun je klanten, opdrachtgevers, en op die manier kun je dus ook laten zien dat je het certificaat hebt behaald voor deze opleiding. Als laatste, voordat ik overga naar mijn eindconclusie, heeft Kelly zelf ook nog iets toegestuurd naar mij wat ze graag wilde toevoegen aan deze video. Ik heb uiteraard verteld dat ik deze video ging opnemen. Ook al is het geen gesponsorde video, het is helemaal een eigen initiatief, vind ik het wel erg leuk dat ze mee wilde werken aan deze video. Ze was ook heel enthousiast toen ik vertelde dat ik deze video ging maken. Dus we gaan nu nog even kijken naar een kort filmpje wat Kelly aan toelichting heeft op deze video. Ik ben heel erg benieuwd, dus laten we daar in ieder geval naar gaan kijken. Dag lieve Charmaine. Nou, even een berichtje van mij voor jou. Want ik wist natuurlijk dat je een video ging opnemen omtrent al je ervaringen die je hebt opgedaan tijdens mijn bruidskapsel bootcamp. Ik wens je ontzettend veel succes in de toekomst met alle mensen die jij mooi nog maakt. Want je hebt een mooi talent en je bezit een hoop creativiteit. En via deze weg wil ik je nog even dat extra zetje geven en je heel veel succes wensen. Ik hoop dat je het ontzettend leuk hebt gehad en ik ga natuurlijk hartstikke veel van je zien online. Zet hem op en heel veel succes in de toekomst. Nou, Kelly, nogmaals super bedankt dat je deze input wilde geven aan de video, dat je zo enthousiast was en bedankt voor het oprichten van de Bron Academie. Ik ben echt heel erg blij dat ik eindelijk een stuk zelfverzekerder ben wanneer ik nu bruidskapsels ga maken. Na de training voelde ik me zo lekker, voelde ik me zo fijn. Ik had echt 3 onwijs leuke dagen gehad, maar ook heel leerzaam. En ik ga dit echt voor de rest van mijn leven met me meenemen. Dus Kelly, even naar jou sprekende, daar wil ik je echt onwijs voor bedanken. En alle haarstylisten en make-up artists die ook heel graag meer willen leren op het gebied van bruidskapsels, die daar ook mee struggelen. Ik weet namelijk zelf hoe pittig het kan zijn en hoe belangrijk het is dat je een goede basis leert, dat er goede stappen worden gemaakt. En welke middelen je daarvoor nodig hebt, is ook wel fijn om te leren. Dus ja, ik raad Bron Academie absoluut aan. Dus wil je heel graag leren om de mooiste bruidskapsels te maken, de leukste updo's te creëren, dan is de Bron Academie echt een hele dikke aanrader. Dus mocht het nog niet helemaal duidelijk zijn, ik geef de Bron Academie echt 2 dikke duimen omhoog en ik ben heel erg blij dat ik deze training heb gevolgd. Nou, dan was dit dus mijn ervaring over de Bron Academie. Ik heb jullie een kijkje gegeven over hoe ik het ervaren heb, de producten die ik aangeschaft heb, die we gebruikt hebben, de kapsels die we gemaakt hebben. En ik hoop dat ik zo voldoende informatie aan je heb kunnen geven. Mocht je nog twijfelen over de training, dat ik je nu volledig heb overgehaald om de training te gaan volgen. Mocht je nog vragen hebben over de training of andere vragen omtrent bruidskapsels, laat ze dan zeker weten beneden in de reacties. Ik wil ze graag voor je beantwoorden. Vond je nou een leuke video? Doe natuurlijk zeker even je duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Ram dan op die rode abonneerknop om ook lid te worden van de Sharkademy familie. Uiteraard zal ik de Bron Academie website voor jullie linken in de beschrijving, zodat je jezelf kunt aanmelden en nader kunt bekijken welke training je graag zou willen volgen. Voor nu wil ik iedereen bedanken voor het kijken en dan zie ik jullie graag weer terug bij de volgende video. Tot dan! Doei!